Waar komt u vandaan en wat komt u hier doen? Koning, wij komen uit het oosten en hebben een speciale missie. Hoogheid, dit zijn sterrenkundigen en wijzen uit het verre oosten. Aha, een speciale missie. En ik, de koning, weet van niks. Heer, wij komen voor een koning van de Joden die geboren is. Wij hebben zijn ster zien opgaan aan de hemel en we willen hem eer bewijzen. Het is heel bijzonder dat wij dat mee mogen maken. En daarom hebben wij bijzondere geschenken gezocht voor deze koning. Goud, wierook en mirre. Een koningskind geboren? Maar ik ben hier de enige koning. Weten jullie misschien waar de koning der Joden geboren is? Nou, ja. We kunnen het opzoeken. We zoeken het op. Volgens de profeet wordt hij geboren in Judea. Ja, in het stadje Bethlehem. In Bethlehem, zo staat het. Maar wij als Joden weten niks daarvan. Dat er een koning voor ons is geboren, weten wij niks van. Ik denk dat het eerst aan ons kenbaar wordt gemaakt en niet aan die wijzen. Gaan jullie mee naar Bethlehem? Zoek naar het koningskind. Volg de ster. God heeft de wereld lief gehad. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven, Jezus Christus. En iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven. En Jezus zei, mijn vrede geef ik jullie. Mijn vrede, die kan de wereld niet geven, maar ik wil hem jullie geven. Wees daarom niet bezorgd en hou goede moed, ook voor de kinderen. God zegen. En daar is ze dan, nummer 6. Goed gedaan. Gaan we naar ronde nummer 3. De Serious Request. We doneren zoals bekend. We opbrengen de Serious Request. Het thema is laatste niet stikken. En je moet nummers die te maken hebben met... Hartelijk bedanken voor jullie deelname. En gezien het enthousiasme, volgend jaar doen we het weer. Ik wil ook duidelijkheid, dames en heren. Dit team, AAFM, was het eerste team dat ze ingezeten heeft. Al plaats 3 genoemd. Wil er even 1 iemand naar voren komen? Dit is het einde van de quiz. Nogmaals applaus voor de 3 jongens. Dit is het einde van de quiz, maar nog niet het einde van de avond. Nogmaals applaus voor de 3 jongens.
Daar zijn heel gelukkige mensen. Fantastische avond, prachtig mooi weer en top show en sensatie. Heel lang voorbereiding en dan nog zo'n succes? Ja, geweldig. Echt, echt super geweldig. Ik kan niet anders zeggen. U allemaal heeft er aan bijgedragen dat 400 kinderen nu schoon water hebben. Dank u wel. En de ervaringen van de werkgroep nou met het fietsen in de stad? Onze ervaring is dat het in grote lijnen goed verloopt. Je ziet dat mensen gaan inhouden op dat moment dat het druk wordt in de stad. Dat ze zich aanpassen. Je hebt er altijd wat onverlaten bij die daar nog aan moeten wennen. Dat is jammer, maar dat is ook een gewenningsperiode. Je ziet ook dat de mensen meer links en rechts gaan lopen als ze in de stad komen. En ik vind eigenlijk dat het op zichzelf erg goed gaat. Dus ja, persoonlijk ben ik erg tevreden. Ja. Ik heb toevallig vorige week een politieagent gesproken hier en heb gevraagd hoe hun ervaring was. En die had het erover dat ze eigenlijk nog geen echte calamiteiten tegengekomen zijn. Ik heb ook een stuk in de krant gelezen van iemand, een journalist die hier op het terras heeft gezeten bij het wetshuis. En wel wat dingen had gezien. Ja, maar je moet ook zien als een gewenning. En het is ook een proef. Dus we gaan ook kijken van waar liggen de knelpunten en hoe gaan we die knelpunten in de toekomst oplossen. Maar ja, je hebt nog ander gemotoriseerd verkeer. Ja, buiten de scootmobiel, de scooter, de brommer, wat er allemaal is. De scootmobiel wel, maar de rest mag hier dus niet komen. Dat was al zo, dat blijft zo en er verandert niks aan. En daar gaat handhaving en politie gaat er streng op controleren. Well, what do you think of Almelo? We are well impressed. People friendly, we can walk on the street and everybody say hi and can I take a picture with you? Even the club, we was there in the field yesterday. We were very well impressed by the environment, the people from the club, very easy treatment with us, good facilities. Yeah, what do you think of the stadium? It's a very beautiful stadium, not big stadium like we have some of them in Portugal. Just a little problem for us, it's the artificial grass. We prefer natural grass. Of course, we have two matches to win this challenge because it's very important for us and very important for Heracles. It's the first time for both teams and it's very important to go to the next phase, playing against another teams and play the playoff and after go to the UEFA League groups, because that's why we are here, just not just to joke and play and make friends like this, but to win, of course. Heel hartelijk welkom bij deze bijzondere gebeurtenis. Dank u.
ter ere van toch wel een hele bijzondere inwoner die u bent van onze stad, meneer Schwarzer. Verheugd en verguld dat we nu vandaag dit moment hier kunnen hebben. 93 jaar, meneer Schwarzer, waarvan u 70 jaar heeft moeten wachten op de waardering en het respect van de regering en van ons als samenleving. Zeker na alles wat u heeft meegemaakt, verdient u, zoals ik al eerder zei, het grootste respect en de grootste waardering van ons als Nederlandse samenleving. En die waardering en erkenning heeft u vroeger niet gekregen. U heeft er tot vandaag op moeten wachten. Thierry, als eerste dus het mobilisatieoorlogskruis. Op dat moment was hij 90. Ik denk, dat moet hij veel in de oorlog hebben meegemaakt. Dus op een gegeven moment kwam er een bepaalde regeling. En wat hij onder andere vertelde is dat hij nooit de erkenning heeft gehad van de Nederlandse regering. Dat hij dus voor de Nederlandse staat heeft gevochten daar. En dat deed hem echt zeer. En op grond daarvan heb ik dat opgepakt. En toen kwam er een of andere berichtgeving over een backpay-regeling. Nou, die heb ik toen aan het rollen gezet en hij heeft een bepaalde uitkering uiteindelijk ook gekregen. En daarna zijn eigenlijk de militaire onderscheidingen gekomen. Eindelijk, klaar. Afsluiten. Dat doe ik met name voor hem. Want dat gevoel heeft hij namelijk. Dat hij zegt van, nou, oké, erkenning. En hij is 93, dus de dagen tellen harder voor dit soort mensen. Mag ik u feliciteren met deze onderscheiding? In hand. Het is goed. Als u even zo gaat staan, dan kan iedereen een applaus. Bravo. We zijn er wel zo'n beetje het hele jaar mee bezig. We beginnen in oktober, november met evalueren van wat is goed gegaan, wat kan nog beter het komend jaar. En dan zo vanaf januari beginnen we echt zeg maar alweer voorbereidingen te treffen. En, Is dit terrein nu groter of kleiner dan het vorige? Het is ongeveer net zo groot als vorig jaar. Ja. Maar je zit wat centraler. Ja, zeker, zeker. We zitten mooi in zicht, dat is ook leuk. En we vonden het ook gewoon leuk dat het nu Hutteland weer voor andere kinderen dichtbij is. Ik heb het niet uitgehaald. Kan ik? Turnen bij de Olympische Spelen ook wel bekeken? Ja, natuurlijk. Daar mocht ik ontzettend graag naar kijken. Want dat is me niks ontgaan. Want dat vind ik zo mooi. Dan dacht ik, ha, kon ik dat zelf nog maar. Vader en moeder die kwamen uit Zwolle.
Maar toen kreeg mijn vader een baan in Almelo. En daar hadden we toen een eigen zaak, een eigen kleermakerij. Toen ben ik als kinderjuffrouw gegaan bij een deftige familie. En hoe ontmoette u uw man? Ja, precies. Ja. En die was kleermaker en die had de contrabas. Daar speelde hij op. Dus als hij met de contrabas wat te doen had, dan was hij daar. Maar als hij niks te doen had, was hij bij mijn vader op de kleermakerij. Ik woon kort. En dat was de, maar dat was de mode, kort. Maar nee, mijn vader, nee, lang. Maar fijn, dat was vechten altijd tussen ons beiden. Ja, u hebt 3 kinderen gekregen? Ja, 3. 2 jongens en een meisje. Maar dat meisje, dat leeft niet meer. Nee, dat is heel jammer. Ja, maar fijn. Ik heb nog 2 hele lieve jongens. Ja. Wat is uw recept nou voor een lang leven? Om elke dag te nemen zoals die komt. En niet zeuren. Dat zijn heel voorname dingen. Maar ik ken nog, kijk heel veel naar tennissen. Want dat was mijn lievelingssport. En als dat op de tv is, dan kijk ik, denk ik, oh ja, oh wat zalig. Want dat vind ik zo mooi. En dan dacht ik, ha, kon ik dat zelf nog maar. Dat is gewoon de dag neem zoals die komt. Oké. Alles neem wat er komt. Dus dat moet ik ook gaan doen dan? En niet zitten zeuren. Met bijzondere gasten, hè? Hele bijzondere gast. Ja, ik werd daar van de week over benaderd. En of ik dat leuk vond om te doen, nou, daar hoefde ik geen seconde over te twijfelen. Want ik denk dat dat voor mij ook ja, een uitzonderlijk mooi moment is. En ik voel me ook echt bevoorrecht dat ik met iemand zoals mevrouw Toenink, die 108 is, op de baan te hebben mogen staan. Dus ik vond het eigenlijk wel een hele mooie manier om mevrouw Toenink zeg maar, te bedanken voor dit moment en haar even die medaille om te hangen. Nou, u kon lekker meppen, hè? Ik kon lekker meppen, hè? Ja, dat vind ik toch zo fijn. Gaat u het nog weer een keertje doen? Oh ja, dat zou ik best nog een keer willen doen. Ja, dat is best leuk. Ja. Van de organisatie die zit te stralen, want ze zegt zo'n groot kampioen. Daar zit ik graag aan zijn zijde. En we gaan een applaus laten horen voor Dylan Groenewegen. Wie hebben we in de volgende auto? En die volgende auto daar staan. Nu voor 2 verschillende ploegen. Boy en Diddy van Poppel. Go, go, go. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. En Almelo een beetje. Almelo, laat je horen als die renners voor de eerste keer langskomen. Hier het peloton. Dan moest ik gegeten worden. Oh, kijk naar links. Hij wil niet naar de verrassen. Maar dan moet ik er weer in. Ah, ik probeer het toch weer opnieuw. Maar is Lammertink. Maar Groenewegen, wat is hij scherp. Probeert constant aan het wiel te duiken. En het is Lammertink die als eerste door de bocht gaat. Dan Groenewegen. En vervolgens dus Stef Clement. En Rex de Soet. Die volgt op die voert de rest van de groep. Groenewegen. Groenewegen Lammertink. Groenewegen Lammertink. Dit voor jou. Het wordt de Groenewegen. Voor Maurits Lammertink. En de derde plaats Stef Clement. De nummer 3 voor Stef Clement. Voor de nummer 2, Maurits Lammertink. En voor die fantastische winnaar, Dylan Groenewegen. Zoals u ziet, dit is de familie. Ze hebben een panzer om en ze hebben een helm op. En daar kan worden gescoord. Dus alle beschermde gedeelte is raakvlak. Ik zal uitleggen hoe het puntensysteem gaat. Met een vuist een punt maken op het panzer. En dat is 1 punt. Als je schot op het panzer, op het borstpanzer, dan is dat 3 punten. Ik probeer het ook nu. Dan moet Jaanse proberen te scoren op het hoofd. Het teken is
daar moet ze het wel zoeken. Als ze één keer de helm raakt van Oging, krijgt ze 3 punten. Als ze het een draai doet, is het 4. En is Oging haar voorsprong kwijt. Holland, Holland van de tribunes. Een groot datalek bij de gemeente Almelo. Hoe is dat ontdekt? Van zomer hebben we ons dataverkeer is gemonitord om te kijken van wat speelt er allemaal, waar gaan wij naartoe, wat doen wij veel. En bij de analyse daarvan kwamen we erachter dat er een grote piek zat van 20 gig op een voor ons onbekende plek waar we normaal helemaal niet naartoe gaan met onze data. En bij een analyse daarvan bleek uiteindelijk dat er via malware informatie wordt geüpload naar een plek waar je het niet wil hebben. Ja, nou, datgene wat we nu ook aan het doen zijn is vooral proberen te achterhalen om welke data gaat het. En horen daar persoonsgegevens bij? Ja, en hebben we dan persoonsgegevens? Dan kunnen we ook gelijk naar die mensen actie ondernemen van dit en dit is er voorgevallen. En daar moeten we actie op ondernemen. En zolang we nog niet weten waar het om gaat, is het ook heel moeilijk om mensen rechtstreeks te benaderen. En daar wordt nu op alles gezet om vooral te achterhalen om welke informatie gaat het. En daarnaast, hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Het evenement is een initiatief van het landschap Huizen Almelo in samenwerking met een paar andere organisaties hier in Almelo. Die in 2 jaar, 3 jaar geleden gezegd hebben wij moeten proberen een verbinding te maken tussen de burgers van Almelo en het buitengebied dat in bezit is van de graaf van Almelo. En hoe kun je dat beter doen? Door de mensen ook in het buitengebied te halen en een sportieve en een actieve evenement te organiseren. En dat is uiteindelijk geworden Almelo alleen. En dat is natuurlijk die hele kleine Kilo Dammel van Marathon Pim O'Leer. Daar heeft hij met nummer 210 is 2 jaar doen. Ah, Gerritsen, wat mooi is dat jongen. Als jij zo binnenkomt, Remco Gerritsen, hij loopt 16:26. De man die natuurlijk heel scherp loopt. En dat is Daan Schout hoor, in die 17:17. Waardige leeftijd, dan hoor je tot de ijzersterkte. En bij het bereiken van de mijlpaal hoort een passende herinnering. Ik kan u
meedelen dat de gemeenteraad van Almelo heeft besloten om de stadspenning van de gemeente Almelo toe te kennen. En dat doen we niet zomaar, dan zijn we hartstikke blij met u. Daar hoort een oorkonde bij en een mooie pennen. Heel erg gefeliciteerd. Ik hoop net als de KNVB dat u ook een volgende jubileum mag vieren. Het is 125 jaar, begrijp ik. Nou, dat is fantastisch. Dat gaat u vast redden. Alsjeblieft. Dank u wel. De waardering voor de koning, voor de bijzondere verdiensten van de sportvereniging PH. En ik ga hem gewoon uitreiken aan u. Mijn complimenten voor alles wat u tot nu toe heeft gedaan. En ik ga ervan uit dat u het best nog 100 jaar volhoudt. Dames en heren, mag ik u verzoeken om te gaan staan? De commissaris van de Koning heeft op 12 september 2016... besloten mevrouw J.H.M. Hermans Vloedbelt met ingang van 24 september 2016 eervol te ontheffen van de tijdelijke waarneming van het burgemeestersambt in Almelo. Maar de meeste wel. Het gaat allemaal ongelooflijk goed. Dank u wel voor de mooie 7 jaren. En, dames en heren, geen installatie zonder de persoon in kwestie. Arjen Gerritsen, van harte welkom. Of beter gezegd, welkom thuis. Door na mij te bevestigen met de woorden "Zo waarlijk helpen mij God almachtig", legt u in handen van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, in gevolge artikel 65 van de gemeentewet, de bij het ambt horende eed af. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik kan u niet vertellen hoe het voelt om maandenlang te moeten wachten om deze dag mee te maken en mevrouw de lokale burgemeester pas morgen te moeten beginnen. Almelo mooi geworden. En lang geraakt van de Beatles af, heb je Johnny Jordaan, het dak op zijn brug. Almelo mooi geworden. Wijkcentra in Almelo worden met sluiting bedreigd. Althans, dat denken de inwoners. Om hier actie tegen te voeren, omarmden de gebruikers van de Schelf en het Dok letterlijk hun wijkcentrum. We hebben met deze actie hebben we willen laten zien aan de Almeloze gemeenteraad en met name ook aan de wethouder, dat de bewoners, gebruikers van ons wijkcentrum, het niet eens zijn met haar beleid om wijkcentra te gaan sluiten in Almelo. En wat mij daarbij verbaasde was het feit dat de raadsleden, zeg maar, en masse eigenlijk aangaven dat ze de actie die mevrouw Ten Stel dan doet niet deelt. En het is mij dan ook een beetje verbazingwekkend dat zij op eigen houtje op deze manier doorgaat, terwijl er, denk ik, geen draagvlak binnen de raad is voor dit voorstel. En laten we elkaar eens verder helpen. En dat is volgens mij meer de boodschap die erachter zit. Dus de concentratie op van we gaan het beheren op zoals we het gewend waren, willen we het liever op een andere manier doen. En dat sluiten betekent, dat kan een optie zijn als mensen het niet zelf oppakken. Maar als mensen zelf niet willen, als ze het zelf niet belangrijk genoeg vinden, dan is de vraag, moet je dan zaken openhouden, ja of nee?
Volgens mij is het besluit niet genomen om wijkcentra te sluiten. Maar men denkt dat in de stad. Ja, nee, dat klopt. En het is ook een ingewikkelde boodschap om uit te leggen, volgens mij. De boodschap om met elkaar te gaan kijken van hoe belangrijk vinden jullie zo'n buurthuis of een wijkcentra? En wat willen jullie daar met elkaar voor doen? Wij zijn toen inderdaad op Sportpark begonnen. En er waren toen tribunes waar wij het publiek op hadden. En de kleedkamers en zo waren volgens mij allemaal nog van hout. 75 jaar, voorlopig is het nog lang niet het einde van Sisu. Nee, zeker niet. Nee, de 100 jaar is in zicht. En we hebben nu de vereniging mooi op de rit. Ik was toen 25 jaar. Oké. Okay. Ja. Dat is 60 als ik het goed heb. Ja. Mooi, knap. Ja, maar ik doe het nog wel. Oh ja, u loopt nog? Klein beetje. Maar nu vanmorgen ben ik ook de hele rond gaan lopen. Arnold Leus, een lid van ons die gisteren woonde, die kwam in de tijd vanuit gisteren naar het Maatveld lopend. Trainde daar en liep weer terug naar gisteren naar de training. En op een gegeven moment deed hij mee aan de marathon van Amsterdam. Daar won hij een fiets. De fiets kon hij mee in de trein. Dus geen bezwaar voor Arnold. Die stapt op de fiets en die is van Amsterdam terug naar Geesteren gefietst. De gloria en de gloria. Vandaag wordt hier een cross-evenement gereden. We hebben een zevental klasses hier. Die oude cross die bestaat al hier in Bonnebroek al een 32, 33 jaar. Het kost verschrikkelijk veel energie. Je begint in december al te organiseren om ergens in de loop van het jaar een wedstrijd te organiseren. Met geweld over de baan tegen elkaar aan en leuk. Voor de leek is het fantastisch mooi. Ja, toch een landelijk gebeurde eenheid. Bonnebroek is behoorlijk bekend in de crosswereld. We hebben een tweetal NK's kunnen organiseren. Hebben de mogelijkheid toe gehad. We hadden een groot perceel waar dat mogelijk was. Wij zouden nog steeds graag nog een keer doen, maar het zit nog vast op grond. Je moet al gauw 15 hectare hebben om zo'n wedstrijd te kunnen organiseren. Dus en dat is op het moment niet aan de orde. Wij hopen nog altijd bij de gemeente Almelo om daar nog een mogelijkheid te krijgen op het RBT. Daar liggen een bul grond. Als de neuzen dezelfde kant afwijzen, zullen we een geweldig iets mooi in Bonnebroek en Almelo kunnen neerzetten. En dan zijn we toebereid. Ik ben Janine Slots. Ja, eerst zat ik gewoon op worstelen te kijken. En toen voor het eerst vond ik het helemaal leuk. En toen vroeg ik aan papa, mag ik ook kickboksen? En toen gingen we kijken en toen vond ik het helemaal leuk. Ik ben 2 keer Nederlands kampioen gewonnen. Eentje vorig jaar en eentje dit jaar. En ik hoorde dat je binnenkort hele belangrijke toernooien gaat doen. Waar zijn die toernooien? In 3 december vecht ik in Spanje voor de wereldtitel. Zo. En dat is niet niks, hè? Nee. Ik heb gehoord dat jij zowel kickboksen doet als Muay Thai. Wat is daar het verschil tussen? Bij kickboksen mag je stoten en trappen en 1 knie geven. En bij thaiboksen mag je ellebogen en knieën erbij geven. Hoeveel train jij? 5 keer per week. Elke dag 1 keer. En kan je dat allemaal volhouden met school erbij en zo? Ja, mijn meester en mijn leraar vinden het gewoon allemaal prima. Dus ik hou gewoon vol. Ik vind het gewoon leuk. En jullie zijn hier met meerdere sportscholen in 1 sportschool gekomen. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik geef zelf al een aantal jaar les. En samen met mijn vriend Atti hebben wij sinds januari deze sportschool neergezet. En nu in Spanje dus, eind deze maand gaan wij voor de wereldtitel en die nemen we gewoon mee naar Almelo. Ik hoop dat het lukt. Uiteraard. Of Julien, toch? Ja. Jij gaat ervoor, hè? Ja. Hey, bedankt. Ja hoor, heel bedankt. Ik heb hier net
vooruit en dan staat de rechterkant de boom is hier. De koningin, de burgemeester wordt even aan de kant geroepen door de Grote Kamer, zodat ze inderdaad niet de burgemeester, maar inderdaad het overhandigen van de bloemetjes kunnen fotograferen. De commissaris van de koningin legt er even uit aan de sterren. Daar zat de koningin. Van de laatste jaren. Ja. Ja, dat is gewoon heel jammer. Het is een prachtige week. Kijk, nu kom op de camera, kom op de camera, kom op. Hou op, je politieagent staat ervoor. Willem, Willempie! Willem! Hij is ook Willem! Ik mag ook op aan net zien. Ja, schoon te maken. Ja. En met hoeveel mensen doen jullie dat? We zijn op dit moment zijn we met stuk op 8 man. Oké. En de dag na de wedstrijd meestal komen jullie dan? Voor de en na de wedstrijd komen we dan stand van het deelkomstamp van de en beginnen we gewoon overal met de en voor de stand. Het fietsnetwerk wordt dit jaar sterk verbeterd en dat betekent het oplossen van knelpunten, integreren van vele nieuwe fietspaden, mooie routes rondom onze steden en het maken van diverse nieuwe routes om fietsers langs de mooiste plekken te leiden. Dat bestaande netwerk van fietspaden in en rond Almelo, dat gaat veranderen. Waarom eigenlijk? Ja, dat klopt. Het is niet alleen de fietspaden die gaan veranderen, maar ook de wandelroutes. Het gaat langs toeristische punten zoals in ieder geval het centrum, de Gravenallee, het Huis Almelo, de verschillende mooie stukken langs de beken en wateren. Bornebroek is ook een heel mooi stuk geworden, hè. Dus dat is een fantastisch mooie route zijn daar gemaakt. Ook Wieren, die net aan de zijkant van Almelo ligt, zijn allemaal nieuwe fietspaden, die verbinden wij beter met Almelo. Ja, en zo heb je eigenlijk een hele aaneenschakeling van allemaal mooie punten. Het nieuwe fietsnetwerk is eind dit jaar klaar. De panelen. Die worden nog geplaatst, ik denk zo rond januari. En voor het nieuwe seizoen, dat zetten we altijd op half maart, dan moet alles gewoon weer helemaal gereed zijn en helemaal klaar. Almelo is één van de laatsten. Daarna gaan we over naar Dinkeland en Tubbergen. En dan is het heel Twente is gedaan met het fietsnetwerk. Ik ben Frida Waanders, beeldhouwer van onder andere dit beeld. En hier bent u bij mijn atelier. Ik ben Elsa Snijder. En ik
werk in, aan de Herengracht 24. En ik heb nu een fotoserie hier hangen. Ik heb ook schilderijen. Mijn naam is Rita Opkouwer. Ik doe af en toe een keer mee met de atelierroute. En deze keer zeker, omdat we weer opnieuw een doorstart hebben gemaakt. Vorig jaar was het de laatste keer van de atelierroute. En dat vonden we eigenlijk allemaal wel heel erg jammer. Ik ben Renny Verlingen. Kunstenaar. Kunstenaar. Beeldende kunstenaar noemen ze dat, hè? Op het Indiëplein. Ja, ja, ja. Wij hebben die bekende ervan. Ja? Ja, ik had ook zoiets van laten. Magie. Ja, dat was een heel mooi plek. Ja, wij hebben nog steeds in de boven. In de boten. In dit geval valt de burgemeester met zijn neus in de borst. Want er zit onder andere een stukje borst bij. Nou, dan denk ik dat er nog iets gaat gebeuren volgens mij. En dan ga ik zometeen zoveel mogelijk kinderen proberen een handje te geven. En daar gaan we nog een groot feest vieren. Goed, Sinterklaas. Belangrijk gebleven en dat is het boek. Dat is nog steeds het belangrijkste deel van ons werk. We hebben heel veel programma, dus ik wil heel graag verder gaan en ik geef het woord aan Gert-Jan Zweep, onze directeur van nu. Goed, dichter bij het gevoel om bang te zijn zal ik in mijn leven verder niet komen. Ik wil jullie in ieder geval allemaal hartelijk welkom heten bij de opening van de feestweek. In de eerste plaats zijn wij natuurlijk bijzonder blij en trots met de stadspenning en de koninklijke erepenning. Waarvan ik het idee heb dat die zo dadelijk aan ons verleend gaan worden. Je wordt ook een beetje onbescheiden van, want je weet al welke cadeaus je gaat krijgen aan het eind van de toespraak. En eerbiedwaardig, dat is natuurlijk ook niet alleen de leeftijd, maar ook de voorziening die de bibliotheek is. En het is een grote eer om de koninklijke erepenning uit te mogen reiken. En ik vraag de heer Zweep naar voren te komen om die van mij in ontvangst te nemen. Listen to the music en nog steeds welkom hier in Almelo natuurlijk. Bij de reunie van twee bands, eens van de jaren 60 en de andere is van de jaren 70 en 80. This happened once before, but I come to the door. They said I was the time to know. For you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand.
hebben hier ook een fietslabyrinth staan. Waar mensen eigenlijk al fietsende door de Almeloze wijken kunnen fietsen. Een mooie omgeving laat zien en wat mensen eigenlijk ook wat minder laat nadenken over de wegen. Terwijl ze fietsen zien ze dus het beeld van de straat. Ja, fietsen eigenlijk door de straten. Van Almelo. Ja, dit is de ruimte waar we mensen gezien worden in groep, maar ook wel in individueel. Wel heel erg op de doelgroep ingesteld. Misschien ook wel leuk om even, wordt ook altijd iets met thema gedaan, dus het herfst, winter gevoel, maar ook nu de zint. Zijn patiënten worden eigenlijk op alle momenten en alle fronten geactiveerd. We hebben daarin een heel uitgebreid therapieprogramma, dagprogramma, waarin mensen steeds op alle manieren, dan wel even uit bed, dan wel op qua geheugen geactiveerd worden. Tannenbaum, oh tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Oft hat schon zur Winterzeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Het springen had ik graag aan de jonge lui over. Gegeven het feit dat ik vandaag nog een volle agenda heb, lijkt mij dat veel. Ja, ik geef u de schaar en dan zal ik daarna mijn kinderen. Die zullen dan. Om te springen. Goed. En, zal ik dan. Heb je niet zo gek? Kom op. Ja? Ja? Ik zal knippen. Ja? Heel goed. Ik hou hem vast. Even een beetje spanning erop met je. Klim lachen. Ja, gaan we knippen. Kijk, dat is heel goed. Ja, super. Dank u wel. Ja, dank u wel. En dan de jongelui gaat springen. Succes. Zo is dat. Dank u wel. Ik ga nog helemaal klaar. Hier, kijk eens. En ik zou zeggen, doe even je sokken uit, je schoenen uit. Ga maar een beetje hier vooraan zitten. Dit is wel fantastisch. Kan jij hier een salto doen vooraan? Ja? Ik doe dit goed voor Almelo. Ik ben heel goed voor Almelo. Samen met het Don Kozakkenkoor onder leiding van Wanja Glipka gaf het Overijssels Russisch Vrouwenkoor Radusha vrijdagavond een concert in de Grote Kerk. Radusha stond onder leiding van Adelia Malikov.
bedanken. Bis zum nächsten Mal. Tot ziens. In opa's oude schuur, daar staat een arreslee. En als het winter is, dan gaan wij met hem mee. Een ritje door de sneeuw, het paard gaat in galop. Wij samen in de arreslee en opa zit voorop. Oh, en jingle bells, ga je met ons mee? Het is zo fijn om hier te zijn en we zingen lekker mee. Hey, jingle bells, jingle bells. Het weer is koud en guur, het is glad dus opgepast. We zitten in een slee, dus hou je stevig vast. Maar opa weet hoe het moet, daar heeft hij voor geleerd. Want hij heeft al het hele jaar bij de kerstman gestudeerd. Oh, jingle bells, ga je met ons mee? Het is zo fijn om hier te zijn en we zingen lekker mee. Ja, trek het nog eens uit, zou ik zeggen. Het totaalbedrag van de glazen café Bonnebroek is 15.838,98 €. €15.830,98 €. Ja, dat is normaal. Ja, ik heb een progressieve vorm van MS en ik kan behandeld worden in Rusland. In Nederland doen ze het niet. Het is een stamceltherapie. En daar heb ik €75.000 voor nodig. Nou, wij hebben ons hele netwerk ingezet. Wij zijn met een team van ongeveer 12 actieve mensen. Zijn we bezig, zeg maar, om allerlei acties op poten te zetten. Er zijn ook al acties geweest en er komen ook nog acties. Dat gaat via de website. Mochten mensen, zeg maar, zelf een actie willen op poten willen zetten, ze hebben onze hulp nodig, kunnen ze ons berichten daarin op de website. De website is www.stopmsbijromaike.nl. En we hopen samen eigenlijk het doel van €75.000 te bereiken. Of te behalen, zodat Romaike, zeg maar, naar Rusland heen kan. Dat Romaike kan blijven zorgen voor Charlotte. En daar heeft ze alle steun voor iedereen om haar heen, heeft ze daarvoor. En ja, wij gaan ervan uit dat we het halen. Ja, hoe weten we nog niet precies, maar we gaan het halen. Absoluut. Word je ook zo moe van traag internet? Met internet via glasvezel stream je zonder problemen je favoriete films en series in de hoogste kwaliteit. Zo hoef je nooit meer te wachten. Stap nu met gigaveel voordeel over naar een alles-in-één glaspakket van Kaiway.